S'avonds heb ik hier ongeveer plaats voor plus-minus 90 combinaties. Truckstop 8 verdient dus niets aan die chauffeurs, terwijl ze wel gebruik maken van de gratis faciliteiten. Koken en eten gebeurt in de cabine en het vuil komt op straat. Ja, alles wat jij gebruikt voor als jij ergens gaat kamperen, dat hebben hun bij. Dat ligt in hun vrachtwagen. Dat begint met een gastelletje, daar koken ze op. En alles wat er vandaan komt, ja, dat is over voor hun. Dat moet weg. Kun je eens vertellen hoe groot het probleem is, normaal? Nou, ik heb hier 's morgens, zijn ze tussen een uur en anderhalf uur op aan het ruimen. Voor het hier zuiver is weer iedere morgen. Ik rij hier de hele dag wat rond en als ik er voorbij kom, vraag ik aan mensen of ze gebruik maken van mijn faciliteiten. Doen ze niet, dan vraag ik ze vriendelijk voor hier op straat te parkeren. Het is zo ver gekomen dat je ze echt aan het weren bent eigenlijk. Ja. Ja. De buitenlandse chauffeurs willen niet voor de camera reageren. Maar deze Nederlandse chauffeur ziet het probleem regelmatig. Dat zien we bekend iedere dag. Vertel eens, hoe gaat dat? Hoe gebeurt dat? Gewoon met een plastic zakje aan de auto hangen. Dan gooien ze netjes een rommel in. En als ze wegrijden, dan ligt het tasje op de grond of ze gooien ze ergens langs de weg.